Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. We beginnen naar Argentinië, bij de Superclásico. Echt vechtvoetbal en ik vond het een spannende wedstrijd. Maar als je City United hebt gekeken en vooral naar City hebt gekeken, dan valt Boca Juniors tegen River Plate tegen. Als je echt goed voetbal wil zien, maar daarvoor ga ik niet zitten kijken. Het zijn twee aardsrivalen tegen elkaar en ik heb daarvan genoten. Het voetbal in de finale van de Champions League van Zuid-Amerika viel dus tegen in jouw ogen? Nou, het voetbal valt niet tegen, want dit is wat het is. Dit is wat je kunt verwachten. Ja, ik geniet dan van Carlos Tevez, die nog even een paar minuten mag meedoen. En die daarna na afloop zijn ploeggenoten helemaal voor rot scheldt, omdat hij niet tevreden is met waarschijnlijk de inzet. Maar die kop van Carlos Tevez, ja, daar ga ik lekker de avond of de nacht mee in. En het woord passie wordt heel vaak gebruikt. Bij Carlos Tevez is er echt sprake van passie. Die heeft 18 miljoen euro laten liggen in China. Is teruggekeerd bij de club waar hij al vanaf zijn 11e speelt, Boca Juniors. En daar zit hij eigenlijk altijd op de bank. En dan mag je 3 minuten meedoen. En nog zo'n kop kunnen trekken omdat je ploeggenoten een bal verkeerd geven. Ja, ik vind het prachtig om naar te kijken. Het is geen goed voetbal, maar het is wel echt passie en daar kan ik ook wel van genieten. Wat ik prachtig vond, elke keer als er gescoord werd, door Boca dan, leek het net of het stadion in elkaar klapte. Die mensen kwamen allemaal naar voren rennen met z'n allen. Schitterend om te zien. Ja, en dan zitten wij nog veilig op de bank. En zelfs ik ben dan een beetje bang als je dat ziet gebeuren, die tribunes die naar voren komen. Dat baton dat heen en weer danst. Nee, maar het is heel oud allemaal. Je kan er ook een prachtig nieuw mooi stadion neerzetten met verwarmde seats, hè, waar je heerlijk kunt zitten. Maar dat past helemaal niet bij zo'n club en zeker niet op de tribune waar jij het dan over hebt, waar de 12e man zit, letterlijk, waar de Barra Brava's zitten. Ja, die houden niet van verwarmde stoeltjes, die willen juichen voor een club. De leider van zo'n tribune is vrij belangrijk en als je daar, die belandt ook wel eens in de gevangenis. En Martin Palermo was vroeger de spits van Boca Juniors en die gaat dan in de gevangenis op bezoek bij de leider van de Barra Brava's. Dat zijn een beetje de verhoudingen die er zijn. Zij hebben ook in de strijkers erom worden ook allemaal merchandising verkocht. Shirtjes, petjes, broekjes, allemaal, dat kun je allemaal kopen. En dat verdwijnt allemaal in de zakken van... Ja, van criminelen eigenlijk. En dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar in Argentinië is dat... daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Dan van Argentinië naar Engeland. De Manchester Derby. Mourinho's plan was tegenhouden. Maar het lukte dit keer niet. Nou ja, hij had een plan. Alleen hij heeft dat niemand verteld, denk ik. Dat is toch wel onhandig als je tegen City speelt. Nou, United was armoedig. Ik had iets meer verwacht van United. City was heel goed. Guardiola vond het niet zo goed. Dat vond ik ook wel een beetje raar na afloop, dat hij niet zo tevreden was over zijn ploeg. Terwijl ze net United van de mat gespeeld hebben en 1 goal maakten na 44 passes. En het was de laatste 10 minuten zeker echt pijnlijk voor United. De olé van de tribunes. Maar wat je bij United ziet, is dat de één wel druk probeert te zetten. En die kijkt achterom en dan blijven 2 ploeggenoten staan. Dus, het is geen team. En dat is toch wel opvallend, want wat Mourinho wel voor elkaar weet te krijgen in zulke wedstrijden vaak, is dat je je kan irriteren aan hoe verdedigd ze zijn. Maar ze waren verdedigend, maar er zat niet echt een idee achter. En dat verbaasde mij wel. En dat zegt wel heel veel over dit United. Ik denk niet dat het goed gaat komen. Dan naar Spanje. Barcelona met Messi verliest. Ja. Opvallend in eigen huis. Ja, tegen Betis. En Betis is wel een ploeg om een keer te benadrukken. Die hebben een trainer, Quique Setién. Dat is een echte Barcelona-trainer. Die gaat uit van voetbal. En Barcelona werd in Camp Nou 9 minuten lang van het kastje naar de muur getikt. Dat klinkt opmerkelijk, maar Betis tikt ook uit bij AC Milan. AC Milan van het kastje naar de muur. Zij hebben een ploeg die uitgaat van voetbal. Een trainer die heel veel risico neemt. Ze spelen met 5 jongens die eigenlijk op de aanval spelen. 3 jongens in de verdediging en er nog 2 tussen die verdedigen op het middenveld. Maar het is super aanvallend, super voetballend ook. En ze hebben ook prachtige spelers, hè? Giovanni Lo Celso op het middenveld bij Betis, William Carvalho, Joaquin, de 37-jarige Joaquin voorin. Het is een prachtige ploeg die soms met 5-4 verliest en ook wel eens met 4-3 wint. En dan in Barcelona van een team met Messi. En Barcelona heeft al een heel seizoen een probleem. En dat is dat ze te makkelijk doelpunten tegen laten. Ondanks een wereldkeeper. Ja, ondanks een wereldkeeper. En dan het megatalent Dembele. Had gewoon de training overgeslagen. Pas heel laat gezegd dat hij ziek was. Ousmane Dembele, ja, die zat met een mooi gouden brilletje op de tribune. En hij kwam zelfs te laat in het stadion in de eerste helft. En ook voor de tweede helft kwam hij te laat. Ja, hoe dom kun je zijn? Dit is een jonge jongen nog. Heeft Barcelona heel veel geld voor betaald. Maar het zal mij niet verbazen als Barcelona op een gegeven moment denkt, we nemen ons verlies, we willen van hem af. Want hij past niet bij Luis Suarez en Lionel Messi, die altijd op tijd zijn. Sterker nog, die komen een uur eerder. Om zeker te weten dat ze in de basis staan, mocht de trainer bedacht hebben dat zij op de bank moeten beginnen. Dan heel even een klein uitstapje naar de Serie A. Ronaldo, natuurlijk weer beslissend voor Juventus en is eigenlijk bijna al topscorer van de Serie A en heeft al 5 assists gegeven. Wat je met Ronaldo natuurlijk hebt, het is zo gewoon geworden dat hij 50 doelpunten per jaar maakt.
de standaard is zo hoog gelegd. En hij is op een bepaalde leeftijd geraakt, dat je er op zo gewend aan raakt dat je het maar normaal vindt. Maar wat hij nu presteert bij Juventus is natuurlijk niet zo heel normaal. Op die leeftijd, in een nieuwe competitie, het eerste half jaar dit al laten zien. En nog niet eens heel erg in vorm zijn, hè? Want dat is natuurlijk niet zo dat Ronaldo heel erg in vorm is. Maar hij maakt ook al een prachtig doelpunt in de Champions League, in één keer op zijn slot. Maar hij is zo goed en behoort tot de beste 10 voetballers die er ooit geleefd hebben. Dat weet ik wel zeker. Daar hebben we mee te maken, een fenomeen. En fenomenen hebben hun eigen wetten en regels. En we zitten te kijken naar een fenomeen. En dat beseffen we misschien nog niet helemaal. Pas als hij gestopt is, denk ik, oh, hij was wel erg goed. Misschien wel beter dan we eigenlijk dachten. En dat zie je nu ook bij Juventus terug. Juventus is aanmerkelijk veel beter met Ronaldo dan zonder Ronaldo.